Zo vaak gaan we al een kant op, gaan we al een richting in en vragen we halverwege nog even: hé, Jezus, u vond het toch ook wel goed dat ik dit ging doen? Jij als christen bent een slaaf. Nee, niet langer een slaaf van de zonde, dat was je. Je bent nu een slaaf van Jezus Christus. En misschien denk je nu wel: kerel, waar heb je het over? Toch is het waar de schrijver van dit boek, Slaaf, de verborgen waarheid van uw identiteit, het over heeft. Hij zegt namelijk dat jij als christen een slaaf bent, een slaaf van Jezus Christus. En hij baseert zich hier onder andere op Romeinen 1 vers 1. Daar zegt Paulus dat hij een slaaf van Jezus Christus is. Zo stelt hij zich voor als hij de brief schrijft. En misschien sla je nu al de Bijbel open en zeg je: hé, wacht even hier doen. Maar bij mij staat er helemaal geen slaaf. Bij mij staat er Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. De schrijver van het boek zegt dat woordje wat is vertaald met dienstknecht, doulos, dat kan eigenlijk maar één ding betekenen: slaaf. Dus als we het gewoon heel strikt nemen, dan zegt Paulus dat hij een slaaf van Jezus Christus is. En ik kan me heel goed voorstellen dat je daar helemaal niet een lekker gevoel bij hebt. Toen ik dit boek las, toen ik het eerste hoofdstuk las, toen dacht ik: wacht even, ik, een slaaf van Jezus? Zo zie ik mezelf nou niet helemaal. En het is diezelfde Paulus die in Galaten zegt van: hey, we zijn niet langer slaven, maar we zijn nu zonen en dochters van God. En laten we even vooropstellen, het zijn van een slaaf, dat is niet positief. Vooral als je een slechte meester had en als je een landslaaf was, was het slavenleven erg zwaar. Dat was niet mooi, je had het niet makkelijk. Toch gebruikt de Bijbel dit metafoor om ons iets te vertellen over wie wij zijn, over onze identiteit. En daarbij gaat het niet over de verhouding, dat Jezus, Heer, over ons wil spelen en ons wil kleineren. Nee, het gaat over onze mindset, over hoe wij staan in ons christen zijn. Als Paulus de metafoor van een slaaf gebruikt, dan begrijpen zijn toehoorders, de lezers van de brief, begrijpen heel goed wat hij daarmee bedoelt. Want die mensen wisten dat een slaaf maar één doel in het leven had. En dat was leven voor de wil van de meester. En dat is wat Paulus wou doen. Paulus zegt hier: ik wil leven voor Jezus zijn wil. Wat Jezus wil, wil ik. En ik stel mijn leven volledig in dienst voor Jezus en voor Jezus alleen. Bij Paulus stond Jezus centraal in alles wat hij deed. En zo vaak leven wij als christenen op een manier dat ons eigen leventje, daar gaat het om, en Jezus mag daar onderdeel van zijn. Wij leven ons leven met Jezus, ons eigen leventje, en Jezus mag meedoen. Zo vaak gaan we al een kant op, gaan we al een richting in en vragen we halverwege nog even: hé, Jezus, u vond het toch ook wel goed dat ik dit ging doen? En eigenlijk krijgt Jezus niet eens de kans om zijn wil aan ons bekend te maken. En hoe jammer is dat? Want Paulus had één ding goed begrepen. Als je leeft voor de wil van Jezus, dan zal hij zorgen dat jij de tools in handen krijgt om die dingen te doen die hij wil dat je gaat doen. Een slaaf wist dat hij moest leven voor de wil van zijn meester. En de meester zal zorgen dat hij de benodigdheden kreeg om dat te doen. Hij kreeg het gereedschap om dat te doen, hij kreeg onderdak om dat te doen en hij kreeg eten om dat te doen. En zo denk ik dat Paulus ook ons aan wil moedigen om zo te leven. Dat we leven voor de wil van Jezus. En Jezus zou jou en mij helpen om dat te doen wat hij door jou heen wil doen in deze wereld. Ik wil je uitdagen. Nee, ik wil je niet uitdagen om te gaan leven als een slaaf. Alsjeblieft niet. Weet je, je bent vrijgekocht door het bloed van Jezus. Je bent nu een zoon of een dochter van God. Nee, ik wil je uitdagen om meer en meer te gaan leven op een manier waarbij je Jezus wil centraal zet in jouw leven. Dat je meer en meer wil leven naar de wil van Jezus. En ik geloof dat je daardoor, dat mensen meer en meer gaan zien van Jezus in jou. En het kan maar zo zijn dat daardoor mensen uiteindelijk een ontmoeting met Jezus gaan krijgen. En als zij die ontmoeting met Jezus gaan krijgen, dan verandert dat hun leven voor altijd. Het zet hun leven op de kop.